Hallo, welkom op deze video. Ik ga het nu even hebben over een nieuwe Facebook pagina die ik heb gemaakt. En ik heb een beetje jullie hulp nodig, want ik loop tegen mijn denkvermogen. En ik heb hier de Facebook pagina en dat gaat over besparen en verdienen. Hier staat de vrekkampioen. Omdat geld de goede kant op moet rollen. En het geld moet namelijk in jouw portemonnee rollen en niet eruit. Oké, nou ik heb hier een aantal Facebook postjes heb ik erop gezet. Hoe je dubbelzijdig moet printen. Eventjes bewust maken. Goed voor het milieu en voor je portemonnee. En speciaal geldt dit voor grootverbruikers, zoals kantoren, ministeries en andere instellingen. Papier heeft twee kanten, gebruik dat ook. Oké, dan ga ik even verder. Kan ik een beetje over opwinden. Wat mopjes erbij, hoe je gratis kan tanken. Wat heb ik zelf brood bakken, dat is ook lekker. Spaart weer geld uit. Een hondsbrutale tip, parkeren in Amsterdam 2 weken voor 45 euro. Ja, ik loop hier een beetje tegenaan. Ik heb een aantal smoesen om niet te hoeven te pinnen. Als echte vrek heb je echt een hekel aan pinnen. Dat doe ik niet graag. Als ik naar de pinautomaat ga, begin ik al te huilen. Dus ik neem altijd een paar zakdoeken mee. Even kijken, ik heb hier dus mijn pinsmoesen. Nummer 1, ik ben mijn pincode vergeten, ik doe dat altijd wel goed. Nummer 2, ik heb geen portemonnee bij me. Nummer 3, ik heb nog nooit gepind. Nummer 4, ik heb een pinfobie. Mensen met een pinfobie kunnen een acute paniekaanval krijgen bij pinnen. In mijn geval is het een huilbui. Ik heb al heel lang niet meer gepind. Ik weet niet meer hoe dat moet. Zou jij willen pinnen? Dat is echt een goeie. Moet ik zelf wel een beetje om lachen. Ik heb net al mijn geld overgeboekt naar mijn spaarrekening. Ja, er staat geen geld meer om op te pinnen. Ik heb nu helaas geen geld op mijn betaalrekening. Ook wel een goede. Ik heb geen apparatuur en voldoende kennis om te controleren of het geld wat uit de geldautomaat komt wel echt is. En ook dat gaat gebeuren, jongens, want het kan best zo zijn dat er valse bankbiljetten uitkomen die niet door de screening van de banken ondervangen zijn. Helaas kan ik niet pinnen, want er is sprake van een negatieve cashflow. Nou, als je dus geld tekort dreigt te komen, moet je niet pinnen natuurlijk. Nummer 10. Het is zo stil op straat, ik ben bang om nu te pinnen bij de geldautomaat. Nou, dat kan ik me wel voorstellen, want altijd een beetje luguber als het donker is en je gaat pinnen en er is niemand op straat. Nummer 11. Er staat een lange rij voor de geldautomaat en ik ga nu niet pinnen. Nou, dat kan je ook wel, ook een leuke smoes. Nummer 12. Het pinnen lukt niet. De geldautomaat heeft een storing. Ja, dat kan ook wel gebeuren. Kan je ook als smoes gebruiken. Nummer 13. Er is een landelijke pinstoring. Dat komt heel vaak voor, jongens. Kan je altijd als smoes gebruiken. Nummer 14. Mijn bankpas heb ik helaas niet bij me. Wil jij even pinnen? Ook wel een goeie. Nummer 15. Mijn geld is onderweg. Ik kan nog niet pinnen. Ook wel een goede smoes. Nummer 16. Ik wacht nog op een betaling en ik kan pas pinnen als het geld op mijn rekening staat. Nummer 17. Ik ken alle talen behalve betalen. Helaas komt het woord pinnen niet in mijn vocabulaire voor. Dat is. Nummer 18. Pinnen? Nee, dat doe ik niet. Want ik wil geen pinspoor achterlaten. Pint jij zelf maar. Dat is ook lekker vriendelijk. Nummer 19. Ik heb hoofdpijn. Ik ga nu niet naar buiten om te pinnen.
Nummer 20. Jij vraagt aan mij om te pinnen, terwijl jij weet dat ik daar een hik aan heb. Pin jij zelf maar. Nummer 21. Na etentje in restaurant. Ja. Ik ontdek net dat ik mijn portemonnee ben vergeten. Wil jij even voor mij pinnen, anders wordt het afwassen. Nummer 22. De geldautomaat geeft aan dat er een tijdelijke storing is. Dat is pech. Nummer 23. Als er een wedstrijd komt voor de grootste vrek, dan ga ik gegarandeerd winnen. En natuurlijk wil ik dan voor jou pinnen. Nummer 24. Sorry, ik heb enosiofobie. Ja, wat dat is, dat moet je maar even opzoeken op Google. Dat heeft iets te maken met een fobie. Nummer 25. Door een fout van ING kunnen duizenden klanten niet meer pinnen. Het gaat om klanten van wie de pinpas deze maand verloopt. Nou, heel verhaal. Lees maar even na. Nummer 26. Ik kan niet pinnen, mijn ING-pas werkt niet. Nummer 27. Er is weer een ING-storing. Pinnen lukt niet. Nummer 28. Mijn pas is beschadigd. Pinnen lukt nu niet. En nummer 29. Ik wil niet pinnen, want ik heb smetvrees. Iedereen zit met vieze handen aan het pinapparaat. En nummer 30. Ik ben mijn leesbril vergeten. Nou, ik ben gekomen tot nummer 30, jongens. En ik zou graag nog een paar originele smoesen willen hebben om niet te hoeven te pinnen. Help je even mee? Dan zou ik hartstikke leuk vinden. En nou, alvast bedankt. En veel plezier met het bedenken en het kijken naar deze Facebookpagina. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.